Een hele goede morgen, een hele goede middag of misschien zelfs wel een hele goede avond of een hele goede nacht. Lieve handwerksterren en alle andere bezoeksterren van dit supergezellige en dagelijks geopende, bijna altijd live online handwerkcafé. Vandaag presenteer ik jullie weer een uurtje luistervermaak, omdat ik weer een ADV-uurtje of een ADV-dag heb. Deze video heb ik dus van tevoren opgenomen en je gaat tijdens dit uurtje luisteren naar sprookjes en verhalen. En ik wens jullie veel plezier met luisteren en hoop jullie snel weer in het live café te zien. Fijne dag! Het eerste verhaaltje heet De Luie Spinster en is een sprookje van de gebroeders Grimm. Nou, iedereen spinnenwielen uit de kast en daar gaan we. In een dorp woonden een man en een vrouw. En de vrouw was zo lui dat ze nooit wilde werken. Wat haar man haar gaf om te spinnen, dat spon ze niet. En wat ze dan nog spon, dat haspelde ze niet. Ze liet alles op de klos zitten. Als haar man op haar mopperde, gaf ze hem een grote mond. Hoe moet ik nou haspelen als ik geen haspel heb? Ga jij eerst maar eens naar het bos om een haspel voor me te halen. Als het daardoor komt, zei de man, dan ga ik naar het bos om hout voor een haspel te halen. De vrouw was bang dat hij een haspel zou maken als hij het hout had en dat zij het garen moest afhaspelen en dan weer opnieuw moest gaan spinnen. Ze dacht een poosje na en kwam toen op een goed idee. Stiekem liep ze haar man achterna het bos in. En toen hij in een boom was geklommen om het hout uit te zoeken en af te hakken, sloop zij onder de boom de struiken in, zodat hij haar niet kon zien en riep naar boven. Wie haspelhout hakt, zal sterven. Wie haspelt, zal bederven. De man luisterde, legde zijn bijl even neer en dacht na wat dat kon betekenen. Nou ja, zei hij tenslotte. Wat kan dat nou geweest zijn? Het zoemde gewoon in mijn oren. Laat ik mezelf niet onnodig bang maken. Hij pakte de bijl weer op en wilde gaan hakken. Maar toen klonk het weer van beneden. Wie haspelhout hakt, zal sterven. Wie haspelt, zal bederven. Hij hield op, werd nu toch een beetje bang en peinsde erover. Na een poosje vatte hij weer moed en voor de derde keer greep hij naar de bijl om te gaan hakken. Maar voor de derde keer klonk het luid. Wie haspelhout hakt, zal sterven. Wie haspelt, zal bederven. Toen had hij er genoeg van. De lust was hem vergaan. Hij klom gauw uit de boom en ging op weg naar huis. De vrouw rende wat ze kon langs kleine weggetjes om eerder thuis te zijn dan hij. Toen hij binnenkwam, deed ze heel onschuldig alsof er niets gebeurd was en zei: Zo, heb je goed haspelhout bij je? Nee, sprak hij. Met haspelen wordt het niks, dat begrijp ik wel. Hij vertelde haar wat hem in het bos was overkomen en viel er haar vanaf dat moment niet meer mee lastig. Kort daarna begon de man zich weer te ergeren aan de rommel in huis. Vrouw, zei hij, het is toch een schande dat het gesponnen garen daar op de klos blijft zitten. Weet je wat, zei ze, we kunnen toch niet aan een haspel komen. Ga jij maar op de zolder staan, ik blijf beneden en dan gooi ik jou de klos toe en jij gooit hem weer naar beneden en zo krijgen we toch een streng. Ja, dat is een goed idee, zei de man. En dat deden ze dus. En toen ze klaar waren, zei hij: Het garen zit nu in strengen. Nu moet het ook gekookt worden. De vrouw werd weer bang. Ze zei wel: Ja, laten we het morgen maar meteen koken. Maar stiekem zon ze op een nieuwe list. 'S Morgens vroeg stond ze op.
Ze maakte het vuur aan en zette de ketel erop. Maar in plaats van het garen deed ze er een klomp werk in en dat liet ze flink doorkoken. Daarop ging ze naar haar man, die nog in bed lag, en zei tegen hem: ik moet even weg. Sta jij ondertussen op en let op het garen dat in de ketel op het vuur staat. Maar je moet wel op tijd kijken. Denk erom. Want als de haan kraait en je hebt niet op de tijd gelet, verandert het garen in werk. De man wilde haar meteen helpen, stond zonder dralen op en ging zo snel mogelijk naar de keuken. Maar toen hij bij de ketel kwam en erin keek, zag hij tot zijn grote schrik niets anders dan een klomp werk. Toen hield de man zich muisstil, want hij dacht dat het zijn schuld was. En in het vervolg zei hij niets meer over garen en spinnen. Maar zeg nou zelf, het was toch wel een echt heel nare vrouw. Het volgende sprookje van de gebroeders Grimm heet De vier vakkundige broers. Er was eens een arme man die vier zonen had. En toen die volwassen waren geworden, zei hij tegen hen: lieve zonen, jullie moeten nu de wereld in. Ik heb niets om jullie te geven. Trek naar vreemde streken, leer een ambacht en zorg dat je je er doorheen slaat. De vier broers pakten hun wandelstok, namen afscheid van hun vader en trokken samen de poort uit. Toen ze een tijdje hadden gelopen, kwamen ze bij een kruising waar je vier verschillende kanten op kon. De oudste zei: hier moeten wij scheiden, maar vandaag, over 4 jaar, komen we op deze plek weer samen en ondertussen beproeven we ons geluk. Nu gingen ze allemaal hun eigen weg. De oudste kwam een man tegen die hem vroeg waar hij heen wilde en wat hij van plan was. Ik wil een ambacht leren, antwoordde hij. Ga met mij mee en word een dief, zei de man. Nee, antwoordde hij. Dat wordt niet meer als een eerlijk ambacht beschouwd. En het einde van het liedje is dat je als klepel in de veldklok dient. O, zei de man, voor de galg hoef je niet bang te zijn. Ik wil je alleen maar leren hoe je kunt pakken wat verder geen mens kan krijgen. En zo dat niemand je op het spoor komt. Toen liet hij zich toch overhalen en hij leerde het dievenvak bij de man en werd er zo handig in dat niets veilig voor hem was. En als hij er zijn zinnen op had gezet, dan kreeg hij het ook. De tweede broer kwam een man tegen die hem dezelfde vraag stelde. Wat wilde hij in de wereld leren? Ik weet het nog niet, antwoordde hij. Ga dan met mij mee en word sterrenkijker. Een beter vak bestaat er niet. Niets blijft voor je verborgen. Hij ging ermee akkoord en werd zo'n vaardige astronoom. Net zo vaardig als zijn meester. En toen hij volleerd was en verder wilde trekken, kreeg hij van zijn meester een verrekijker en die zei tegen hem: daarmee kan je zien wat er op aarde en aan de hemel gebeurt en niets kan voor jou verborgen blijven. De derde broer kwam bij een jager in de leer en die onderwees hem zo goed in alles wat bij het jagen hoorde. Hij werd een volleerd jager en de meester gaf hem bij het afscheid een buks en sprak: die schiet nooit mis. Zonder mankeren raak je alles wat je ermee in het vizier neemt. Ook de jongste broer kwam een man tegen die hem aansprak en hem naar zijn plannen vroeg. Heb jij geen zin om kleermaker te worden? Dat weet ik nog zo net niet, zei de jongen. Van 's morgens tot 's avonds krom zitten, steeds met die naald heen en weer zwaaien en dan die strijkbout, het trekt mij niet zo. Ach kom, antwoordde de man. Jij praat nadat je verstand hebt. Bij mij leer je een heel ander soort kleermaken.
Een fatsoenlijk en keurig vak dat heel eervol kan zijn. De jongste broer liet zich overhalen, ging mee en leerde de kunst van de man zeer grondig. Bij het afscheid gaf hij hem een naald en sprak: "Daarmee kun je alles aan elkaar naaien wat je onder handen krijgt. Of het nu zo zacht is als een ei of zo hard als staal. En het wordt echt één geheel. Je kunt geen naad meer zien." Toen de afgesproken 4 jaren om waren, ontmoetten de 4 broers elkaar weer op het kruispunt. Ze begroetten elkaar hartelijk en keerden terug naar hun vader. "Zo," sprak hij opgewekt, "heeft de wind jullie weer naar mij toe geblazen?" En de zonen vertelden hoe het hun vergaan was en dat elk van hen het zijne had geleerd. Ze zaten op dat moment voor het huis onder een grote boom en hun vader zei: "Nu ga ik de proef op de som nemen om te zien wat jullie kunnen." Hij keek omhoog en zei tegen de 2e zoon: "Daar in de top van deze boom zit een vinkennest tussen 2 takken. Vertel mij eens hoeveel eieren daarin liggen." De astronoom nam zijn verrekijker, keek omhoog en zei: "Het zijn er 5. Daarop zei hij tegen de oudste: "Haal die eieren naar beneden zonder de vogel te storen die erop zit te broeden." De vakkundige dief klom naar boven, haalde de 5 eieren onder het vogeltje vandaan en bracht ze aan zijn vader. Het vogeltje had er niets van gemerkt en was rustig blijven zitten. De vader pakte de eieren aan, legde er 1 op elke hoek van de tafel en het 5e ei in het midden en sprak tot de jager: "Schiet met 1 schot die 5 eieren doormidden." De jager legde zijn buks aan en schoot de eieren doormidden zoals zijn vader had gevraagd. Alle 5, en wel met 1 schot. Hij had natuurlijk van dat kruid dat om een hoek kan schieten. "Nu ben jij aan de beurt," zei de vader tegen zijn 4e zoon. "Jij naait de eieren weer aan elkaar en ook de jonge vogeltjes die erin zitten. En wel zo dat het net is alsof ze niet aan flarden zijn geschoten." De kleermaker pakte zijn naald en begon te naaien zoals zijn vader had gevraagd. Toen hij klaar was, moest de dief de eieren weer naar het nest in de boom brengen en ze weer onder de vogel schuiven zonder dat de vogel er iets van merkte. Het beestje broedde ze helemaal uit en na een paar dagen kropen de jongen tevoorschijn. En op de plek waar ze door de kleermaker aan elkaar waren genaaid, hadden ze een rood streepje om hun nek. "Nou," zei de oude man tegen zijn zonen, "ik moet jullie wel hemelhoog prijzen. Jullie hebben je tijd goed gebruikt en een echt vak geleerd. Ik kan nou niet zeggen wie van jullie de voorkeur verdient. Als jullie binnenkort de kans krijgen je kunst toe te passen, zal het wel duidelijk worden." Niet lang daarna was er grote opschudding in het land. De koningsdochter was ontvoerd door een draak. De koning maakte zich dag en nacht zorgen en liet bekendmaken dat diegene die haar terug zou brengen haar tot vrouw kreeg. De 4 broers zeiden tegen elkaar: "Dat zou een kans zijn om te laten zien wat wij kunnen." En ze besloten samen op weg te gaan om de koningsdochter te bevrijden. "Waar ze is, dat zal ik gauw genoeg weten," sprak de astronoom. En hij keek door zijn verrekijker en zei: "Ik zie haar al. Ze zit ver van hier op een rots in de zee en naast haar zit de draak die haar bewaakt." Hij ging naar de koning, vroeg hem om een schip voor zichzelf en zijn broers en voer met hen over zee tot ze bij de rots kwamen. Daar zat de koningsdochter. Maar de draak lag in haar schoot te slapen. De jager sprak: "Ik mag niet schieten, want dan zou ik meteen ook de mooie jonkvrouw doden." "Dan zal ik mijn geluk beproeven," zei de dief. Hij sloop erheen en trok haar onder de draak vandaan, maar deed dat zo zachtjes en behendig dat het monster niets merkte en rustig bleef snurken. Dolgelukkig renden ze met haar naar het schip en voeren de zee op.
Maar de draak, die de koningsdochter niet meer aantrof toen hij wakker werd, vloog snuivend van woede door de lucht achter hen aan. Toen hij recht boven het schip zweefde en omlaag wilde duiken, legde de jager zijn buks aan en schoot hem midden in het hart. Het monster stortte dood naar beneden, maar het was zo enorm groot dat het in zijn val het hele schip verpletterde. Gelukkig kregen ze nog een paar planken te pakken en zo dreven ze rond op de wijde zee. Het was een benarde situatie, maar de kleermaker pakte zonder dralen zijn wondernaald, naaide de planken met een paar grote steken haastig aan elkaar, ging erop zitten en verzamelde alle onderdelen van het schip. Toen naaide hij ook die zo vaardig aaneen dat het schip in korte tijd weer zeilklaar was en zij veilig en wel naar huis konden varen. Toen de koning zijn dochter terugzag, was hij dolgelukkig. Hij sprak tot de vier broers. Eén van jullie krijgt haar tot vrouw, maar wie dat is, moeten jullie onderling uitmaken. En toen kregen ze een hevige ruzie, want ze maakten allemaal aanspraak op haar. De astronoom zei, als ik de koningsdochter niet had gezien, waren al jullie kunsten te vergeefs geweest. Daarom is ze van mij. De dief sprak, wat zou dat zien van jou geholpen hebben als ik haar niet onder de draak had weggehaald? Nee, ze is van mij. Het monster zou jullie met koningsdochter en al hebben verscheurd als ik het niet met mijn kogel had geraakt, zei de jager. Nee, ze is van mij. En de kleermaker sprak, en als ik met mijn kunst het schip niet weer in elkaar had gezet, waren jullie allemaal jammerlijk verdronken. Nee, ze is van mij. En toen deed de koning uitspraak. Jullie hebben allemaal evenveel recht op de jonkvrouwen. En omdat jullie niet alle vier met haar kunnen trouwen, krijgen jullie haar geen van allen. Maar als beloning geef ik jullie allemaal een half koninkrijk. En met deze beslissing waren de broers tevreden en ze zeiden, dit is beter dan dat wij in oneenigheid hadden moeten leven. Ze kregen dus allemaal een half koninkrijk en leefden met hun vader lang en gelukkig. Het volgende verhaal is weer naar een sprookje van de gebroeders Grimm en heet Eén oogje, twee oogje en drie oogje. Er was eens een vrouw die drie dochters had. De oudste heette Eén oogje omdat ze maar één oog had, midden op haar voorhoofd. En de middelste heette Twee oogje omdat ze twee ogen had, net zoals alle andere mensen. En de jongste heette Drie oogje omdat zij drie ogen had en de derde stond ook bij haar midden op het voorhoofd. Maar omdat Twee oogje er niet anders uitzag dan andere mensenkinderen, hadden haar zusters en haar moeder een hekel aan haar. Ze zeiden tegen haar, jij met je twee ogen bent geen haar beter dan het gewone volk. Jij hoort niet bij ons. Ze pesten haar alleen maar en ze duwden haar van de ene hoek naar de andere, smeten haar lelijke kleren toe, gaven haar alleen hun eigen restjes te eten en treiterden haar zoveel ze konden. Op een keer moest Twee oogje naar het veld om de geit te hoeden. Maar ze was nog erg hongerig omdat haar zusters haar zo weinig te eten hadden gegeven. Ze ging aan de rand van de akker zitten en begon zo hard te huilen dat er twee beekjes uit haar ogen stroomden. En toen ze even opkeek in al haar verdriet, zag ze een vrouw naast zich staan die vroeg, Twee oogje, waarom huil je zo? Helemaal alleen, huilen, huilen. Daar heb ik alle reden voor, zei Twee oogje. Snik, snik. Omdat ik twee ogen heb, net als andere mensen, kunnen mijn zusters en mijn moeder mij niet uitstaan. Ze duwen mij van de ene hoek naar de andere, pesten me, smijten me oude kleren toe en geven mij alleen maar hun eigen restjes te eten. Vandaag hebben ze mij zo weinig gegeven
dat ik nog een razende honger heb. De wijze vrouw sprak. Droog je tranen, Pierrot. Oh nee, dat was de vorige Kees. Droog je tranen, twee oogje. Ik zal je iets vertellen waardoor je geen honger meer hoeft te lijden. Je hoeft alleen maar tegen je geit te zeggen. Geitje mek, tafeltje dek. En er staat een keurig gedekt tafeltje voor je met het lekkerste eten erop, zodat je kunt eten zoveel je wilt. En als je genoeg hebt gehad en het tafeltje niet meer nodig hebt, hoef je alleen maar te zeggen, geitje mek, tafel vertrek. En de tafel zal verdwijnen. Daarop verdween ook de wijze vrouw. Ik moet het meteen maar eens proberen of het waar is wat ze heeft gezegd, want ik rammel van de honger, dacht Tweeoogje. Dus ze zei, geitje mek, tafeltje dek. En zodra ze die woorden had uitgesproken, stond er een tafeltje, gedekt met een wit gehaakt kleed, zo mooi dat het eigenlijk een plek in een mandala-ring verdiende, maar alleen. Nu stond erop een bord, een mes, een vork en een zilveren lepel. En er stonden de heerlijkste spijzen op, dampend en zo warm, alsof ze net uit de keuken kwamen. Tweeoogje keek haar ogen uit. Er stond een all-you-can-eat buffet voor haar klaar. Ze viel aan en bleef bord na bord opscheppen en liet het zich goed smaken. En toen ze genoeg had, zei ze, zoals de vrouw het haar had geleerd, geitje mek, tafel vertrek. En onmiddellijk was het tafeltje met het complete all-you-can-eat buffet weer verdwenen. Dat is nog eens een mooie huishouding, dacht Tweeoogje tevreden en blij. Toen ze 's avonds met haar geit thuis kwam, vond ze een aardig schaaltje met eten dat haar zusters voor haar hadden neergezet, maar ze raakte het niet aan. De volgende dag trok ze weer naar buiten met haar geit en de paar brokjes die haar werden gegeven, liet ze liggen. De eerste en de tweede keer viel het de zusters helemaal niet op, maar toen het steeds weer gebeurde, merkten ze het en zeiden, Het is niet pluis met die twee oogje. Ze laat elke keer het eten staan. Terwijl ze vroeger alles opat wat we haar gaven. Ze moet een andere manier hebben gevonden om eten te krijgen. Om achter de waarheid te komen, moest één oogje meegaan als Tweeoogje met de geit naar de wei ging en opletten wat ze daar uitvoerde en of iemand haar iets te eten en te drinken bracht. Toen Tweeoogje weer naar het veld wilde gaan, ging één oogje naar haar toe en zei, ik wil met je mee om te kijken of je de geit wel behoorlijk hoedt en ervoor zorgt dat ze goed voer vindt. Maar Tweeoogje had wel door wat één oogje in haar schild voerde. Ze bracht de geit naar het hoge gras en zei, kom één oogje, laten we gaan zitten, dan zal ik iets voor je zingen. Één oogje ging zitten, moe van de wandeling, waaraan ze helemaal niet gewend was, en slaperig van de zon, en Tweeoogje zong steeds maar, één oogje waak je, één oogje slaap je. En toen deed één oogje haar ene oog dicht en viel in slaap. En toen Tweeoogje zag dat één oogje vast in slaap was en niets kon verklappen, zei ze, geitje mek, tafeltje dek. Ging aan haar tafeltje met dat mooie gehaakte tafelkleed zitten, wat eigenlijk een ereplek in een mandala-ring verdiende. At en dronk zoveel als ze kon, tot ze erbij neerviel van het all-you-can-eat buffet. En riep toen weer, geitje mek, tafel vertrek. En alles was dadelijk verdwenen. Nu maakte Tweeoogje één oogje wakker en zei, één oogje, jij wilde de geit hoeden en je bent in slaap gevallen. De geit had intussen wel overal naartoe kunnen lopen. Kom, laten we naar huis gaan. Ze gingen naar huis en Tweeoogje liet haar schaaltje weer onaangeroerd staan. Eenoogje kon haar moeder niet vertellen waarom Tweeoogje niet wilde eten en zei ter verontschuldiging, ik ben daar buiten in slaap gevallen. De volgende dag zei de moeder tegen Drieoogje, deze keer moet jij meegaan en opletten of Tweeoogje daar ginds eet. En of iemand haar eten en drinken brengt. Want ze moet wel stiekem eten en drinken. Drieoogje ging naar Tweeoogje toe en zei, ik ga met je mee om te kijken of je de geit wel behoorlijk hoedt en of je ervoor zorgt dat ze goed voer vindt.
Maar Tweeoogje had wel door wat Drieoogje in haar schild voerde. Ze bracht de geit naar het hoge gras en zei... Laten we daar gaan zitten, Drieoogje. Ik zal iets voor je zingen. Drieoogje ging zitten, moe van de wandeling en slaperig van de zon. En Tweeoogje begon het liedje van de vorige dag weer te zingen. Ze begon goed en zong... Drieoogje, waak je... Maar toen ging ze de fout in en zong, per ongeluk, Tweeoogje slaap je. Ze zong dus steeds, Drieoogje waak je, Tweeoogje slaap je. Drieoogje waak je, Tweeoogje slaap je. Drieoogje waak je, Tweeoogje slaap je. En toen vielen er twee ogen van Drieoogje in slaap. Maar het derde oog was niet toegezongen door het liedje en dat viel niet in slaap. Drieoogje deed het wel dicht, maar dat was een list. Ze deed net alsof ze ook daarmee sliep, maar in werkelijkheid knipperde het en kon ze alles heel goed zien. En toen Tweeoogje dacht dat Drieoogje vast in slaap was, zei ze haar spreukje op. Geitje mek, tafeltje dek. At en dronk weer zoveel als ze kon van het all-you-can-eat buffet... En toen ze geen pap meer kon zeggen, beval ze het tafeltje weer weg te gaan. Geitje mek, tafel, vertrek. En het complete all-you-can-eat buffet verdween. En Drieoogje, die knipperde met haar derde oog, had alles zien gebeuren. Tweeoogje kwam naar haar toe, maakte haar wakker en zei... Nou, Drieoogje, was je nou in slaap gevallen? Een mooie hoedster ben jij. De geit had maar zo weg kunnen lopen. Kom, laten we naar huis gaan. Toen ze thuis kwamen, at Tweeoogje weer niet. En Drieoogje zei tegen haar moeder... Ik weet nu waarom dat trotse nest niet eet. Als ze daar buiten tegen de geit zegt... Geitje mek, tafeltje dek... verschijnt er een heel all-you-can-eat restaurant... met mooie gehaakte tafelkleden... die eigenlijk een ereplaatsje in mandala-ringen verdienen... Over tafels die vol staan met het heerlijkste eten. Veel lekkerder dan wij hier hebben. En als ze genoeg heeft en helemaal is volgevreten, zegt ze... Geitje mek, tafel vertrek. En dan is het restaurant pief paf poef weer helemaal verdwenen. Ik heb het allemaal heel goed gezien. Want twee van mijn ogen had ze in slaap gezongen met een gek liedje. Maar dat ene oog op mijn voorhoofd was gelukkig wakker gebleven. Toen riep de jaloerse moeder tegen Tweeoogje. Wil jij het soms beter hebben dan wij? Dat kun je vergeten. En ze haalde een slachtmes tevoorschijn en stak dat in het hart van de geit, zodat hij dood neerviel. Toen Tweeoogje dat zag, liep ze diep bedroefd naar buiten. Huilend, huilend, helemaal alleen. Ze ging aan de rand van de akker zitten en huilde bittere tranen. Huilend, huilend, helemaal alleen. Opeens stond de wijze vrouw weer naast haar en sprak... Tweeoogje, waarom huil je nou? Daar heb ik alle reden voor, antwoordde ze. De geit die elke dag de tafel zo mooi dekte... met dat complete all-you-can-eat buffet op die mooie gehaakte tafelkleden... is door mijn moeder doodgestoken. Nu moet ik weer honger... en ellende lijden. De wijze vrouw sprak... Tweeoogje, ik zal jou een goede raad geven. Vraag je zusters of ze jou de ingewanden van de geslachte geit willen geven... en begraaf die voor de huisdeur in de grond. Dat zal je geluk brengen. En toen verdween ze weer. Tweeoogje liep huilend, huilend, helemaal alleen terug naar huis... en vroeg haar zusters, lieve zusters, geef mij toch iets van mijn geit. Ik verlang niks bijzonders. Geef me alleen maar de ingewanden. Ze lachten en zeiden, als dat alles is, die kan je wel krijgen. En Tweeoogje nam de ingewanden en begroef die 's avonds in alle stilte voor de huisdeur, zoals de wijze vrouw haar had aangeraden. Toen ze de volgende morgen allemaal wakker werden en naar buiten gingen,
zagen ze voor de huisdeur een wonderbaarlijke, schitterende boom staan met bladeren van zilver, waar vruchten van goud tussen hingen. Iets mooiers en kostbaarders bestond er op de hele wereld niet. Maar ze wisten niet hoe die boom daar 's nachts gekomen was. Alleen Tweeoogje begreep dat hij uit de ingewanden van de geit was gegroeid, want hij stond precies op de plek waar zij die in de grond had begraven. Toen zei de moeder tegen Eenoogje: "Klim erin, mijn kind, en pluk voor ons de vruchten uit de boom." Eenoogje klom omhoog, maar toen ze een van de gouden appels wilde pakken, schoot de tak uit haar handen. En dat gebeurde iedere keer, zodat ze geen enkele appel kon plukken, wat ze ook probeerde. De moeder zei: "Drieoogje, klim jij maar naar boven. Jij kunt met je drie ogen beter om je heen kijken dan Eenoogje." Eenoogje gleed omlaag en Drieoogje klom naar boven. Maar Drieoogje was niet handiger en hoe goed ze ook keek, de gouden appels weken telkens terug. Ten slotte werd de moeder ongeduldig en klom zelf naar boven. Maar zij kon de vruchten net zo min pakken als Eenoogje en Drieoogje. Ze greep telkens in de lucht. Toen zei Tweeoogje: "Laat mij maar eens naar boven gaan. Misschien lukt het mij wel." En natuurlijk riepen de zusters: Jij met je twee ogen, wat denk je wel? Tweeoogje klom naar boven en voor haar trokken de gouden appels zich niet terug. Ze lieten zich zelfs vanzelf in haar hand vallen, zodat zij de ene na de andere kon opvangen en een heel schotje vol mee naar beneden bracht. De moeder pakte ze haar af. En in plaats van de arme Tweeoogje hierom nu beter te gaan behandelen, werden de moeder, Eenoogje en Drieoogje alleen maar jaloers en gemener, omdat alleen zij de vruchten had kunnen pakken en ze deden dus nog lelijker tegen haar. Op een keer stonden ze samen bij de boom toen er een jonge ridder aankwam. "Gauw, Tweeoogje," riepen de twee zusters. "Kruip weg, zodat we ons niet voor je hoeven te schamen." Haastig zetten ze een lege ton, die toevallig bij de boom stond, over Tweeoogje heen. De gouden appels die ze geplukt had, duwden ze er ook onder. Toen de ridder dichterbij kwam, zagen ze dat het een knappe man was. Hij stond stil, bewonderde de prachtige boom van goud en zilver en sprak tot de twee zusters: "Van wie is deze mooie boom? Wie mij daar een tak van geeft, mag ervoor vragen wat hij wil." Toen antwoordden Eenoogje en Drieoogje dat de boom van hen was en dat ze wel een tak voor hem wilden afplukken. Ze deden allebei veel moeite, maar het lukte hun niet, want de takken en de vruchten weken telkens terug. De ridder zei: "Dat is vreemd dat die boom van jullie is en jullie toch niet de macht hebben er iets van af te pakken." Ze hielden vol dat de boom van hen was, maar terwijl ze zo stonden te praten, liet Tweeoogje een paar gouden appels uit de ton rollen, zodat ze bij de voeten van de ridder terechtkwamen. Want ze was boos dat Eenoogje en Drieoogje de waarheid niet spraken. Toen de ridder de appels zag, was hij heel verbaasd en hij vroeg waar ze vandaan kwamen. Eenoogje en Drieoogje antwoordden dat ze nog een zuster hadden, maar dat die zich niet mocht vertonen omdat ze maar twee ogen had, net als gewone mensen. Maar de ridder wilde haar zien en riep: "Tweeoogje, kom tevoorschijn." Nu kwam Tweeoogje heel bedaard onder de ton uit en de ridder stond versteld van haar grote schoonheid en zei: "Tweeoogje, jij kunt vast wel een tak van de boom voor mij afplukken." "Ja hoor," antwoordde Tweeoogje, "dat zal mij wel lukken, want de boom is van mij." Ze klom omhoog, plukte zonder moeite een tak met zilveren bladeren en gouden vruchten af en reikte hem de ridder aan. De ridder vroeg: "Tweeoogje, wat moet ik jou daarvoor geven?" "Ach," antwoordde Tweeoogje, "ik lijd honger en dorst, ellende en verdriet, van de vroege morgen tot de late avond. Als u mij wilt meenemen en verlossen, zou ik gelukkig zijn." Toen tilde de ridder Tweeoogje op zijn paard en hij galoppeerde haar naar het kasteel van zijn vader en daar gaf hij haar mooie kleren, eten en drinken, zoveel ze wilden. En omdat hij haar zo lief had...
trouwde hij met haar en de bruiloft werd met grote vreugde gevierd. Toen Tweeoogje door die knappe ridder was meegenomen, waren de twee zusters pas goed jaloers op haar geluk. Maar die wonderbaarlijke boom blijft tenminste hier, dachten zij. Al kunnen wij er ook geen vruchten van plukken, iedereen zal ervoor blijven staan en naar ons toekomen om hem te bewonderen. Wie weet hoe het geluk ons nog eens zal toelachen. Maar de volgende morgen was de boom verdwenen. En tegelijkertijd keek Tweeoogje vanuit haar torenkamertje naar buiten en toen zag ze tot haar grote vreugde de boom voor het raam staan. Die was haar dus gevolgd. Tweeoogje leefde lange tijd heel tevreden. Op een keer kwamen er twee arme vrouwen bij haar in het kasteel om een aalmoes vragen. Tweeoogje keek hen aan en herkende haar zusters Eenoogje en Drieoogje, die zo arm waren geworden dat ze nu moesten blijven rondtrekken om aan de deuren hun brood bij elkaar te bedelen. Maar Tweeoogje heette hun welkom, was vriendelijk voor hen en zorgde zo goed voor hen dat ze allebei diep berouw hadden dat ze hun zuster in hun jeugd zoveel kwaad hadden gedaan. Het regent, de pannetjes worden nat. Het regent, lieve mensen. Op de achtergrond het geluid van de regen. Het volgende sprookje heet De Ware Bruid. Er was eens een meisje dat jong en mooi was. Maar haar moeder was gestorven toen ze nog klein was. En haar stiefmoeder liet niets na om haar te kwellen. Als ze haar een karweitje opdroeg, hoe moeilijk dat ook was, dan begon het meisje er dapper aan en deed ze haar uiterste best. Maar daarmee kon ze het hart van de boze vrouw niet vermurwen. Die was altijd ontevreden, nooit was het genoeg. Hoe ijveriger het meisje werkte, hoe meer taken ze kreeg. En de stiefmoeder zon voortdurend op mogelijkheden om haar steeds grotere lasten op te leggen en haar het leven zuur te maken. Op een dag zei ze tegen het meisje: hier heb je 12 pond veren. Die moet je afstropen en als je vanavond er niet klaar mee bent, kun je een pak slaag verwachten. Denk jij nou echt dat je de hele dag maar kunt luieren? Het arme meisje begon aan het werk, maar de tranen stroomden haar over de wangen. Huilend, huilend, helemaal alleen. Want ze begreep wel dat het onmogelijk was om het in één dag af te maken. Als ze een hoopje veren voor zich had liggen en ze zuchtte of ze sloeg in haar angst haar handen tegen elkaar, dan stoven de veren uiteen en moesten ze weer bij elkaar graaien en opnieuw beginnen. Op zeker moment zette ze haar ellebogen op tafel. Ze verborg haar gezicht in beide handen en riep: is er dan niemand die medelijden met mij heeft? En toen hoorde ze een zachte stem die sprak: stil maar, mijn kind. Ik ben gekomen om je te helpen. Het meisje keek op en zag een oude vrouw naast zich staan. Die nam het meisje vriendelijk bij de hand en zei: vertrouw mij maar toe wat jou zo bedrukt. Omdat ze zo hartelijk sprak, vertelde het meisje haar over haar droevige leven, dat haar de ene last na de andere werd opgelegd en dat ze de opgedragen taken gewoon niet meer aankon. Als ik vanavond niet klaar ben met deze veren, krijg ik slaag van mijn stiefmoeder. Ze heeft me ermee gedreigd
en ik weet dat ze woord houdt. Haar tranen begonnen weer te stromen. Maar de goede oude vrouw zei: maak je geen zorgen, mijn kind. Ga maar wat uitrusten. Ondertussen zal ik jouw werk doen. Het meisje kroop in haar bedje, zette Edlekken aan en viel weldra in slaap. De oude vrouw ging aan de tafel met veren zitten en hup, daar vlogen ze van de pennen af, hoewel ze ze nauwelijks aanraakte met haar magere vingers. Al gauw was ze klaar met de 12 pond. Toen het meisje wakker werd, lagen daar grote, sneeuwwitte bergen en alles in de kamer was netjes opgeruimd. Maar de oude vrouw was verdwenen. Het meisje bleef doodstil zitten tot het avond werd. En toen kwam de stiefmoeder binnen en die stond paf dat het werk klaar was. Zie je nou wel, meid, wat je voor elkaar kunt krijgen als je je best maar doet, zei ze. Had je niet nog iets anders kunnen uitvoeren? Jij zit daar maar met je handen in je schoot. Terwijl ze wegliep, zei ze: dit schepsel kan meer dan brood eten. Ik moet haar zwaarder werk opdragen. De volgende morgen riep ze het meisje en zei: hier heb je een lepel. Daarmee moet je de grote vijver leegscheppen die bij de tuin ligt. En als je er vanavond niet klaar mee bent, dan weet je wat je te wachten staat. Het meisje pakte de lepel aan en zag dat er gaten in zaten. Maar ook als dat niet het geval was geweest, had ze er nooit de vijver mee kunnen leegscheppen. Ze ging meteen aan het werk, knielde op de oever en begon te scheppen. En haar tranen vielen in het water. Maar de goede oude vrouw verscheen weer. En toen ze de reden van haar verdriet hoorde, zei ze: stil maar, mijn kind. Ga wat slapen in de struiken. Ik zal jouw werk wel doen. Toen de oude vrouw alleen was, hoefde ze de vijver alleen maar aan te raken. En het water steeg op als nevel en vermengde zich met de wolken. De vijver werd leger en leger. En toen het meisje voor zonsondergang wakker werd en kwam kijken, zag ze alleen nog maar de vissen in de modder spartelen. Ze ging naar haar stiefmoeder en liet haar weten dat al het werk gedaan was. Je had al lang klaar moeten zijn, zei de stiefmoeder, bleek van woede. Maar ze zon alweer op iets nieuws. De derde morgen, zei ze tegen het meisje: daar in de vlakte moet je een mooi kasteel voor me bouwen. En vanavond moet het klaar zijn. Het meisje schrok en zei: hoe kan ik zo'n reusachtige taak nou volbrengen in één dag? Ik duld geen tegenspraak, schreeuwde de stiefmoeder. Als jij met een lepel vol gaten een vijver kunt leegscheppen, dan kun je ook een kasteel bouwen. Ik wil er vanavond nog in kunnen slapen. En als er iets ontbreekt in de keuken of de kelder, hoe klein dan ook, dan weet je wat je te wachten staat. En ze joeg het meisje weg. Toen het meisje in het dal kwam, zag ze daar de rotsblokken bovenop elkaar gestapeld liggen. En zelfs het kleinste blok kon ze niet in beweging krijgen. Hoeveel moeite ze ook deed. Huilend, huilend, helemaal alleen, ging ze zitten. Maar ze hoopte op de hulp van de goede oude vrouw. Die liet dan ook niet lang op zich wachten. Ze verscheen, troostte haar en zei: ga daar maar in de schaduw liggen slapen. Ik zal het kasteel wel voor jou bouwen. En als je het mooi vindt, kun je er zelf in gaan wonen. Toen het meisje was weggegaan om in de schaduw te gaan slapen, raakte de oude vrouw de grijze rotsblokken aan en die begonnen meteen vanzelf te bewegen. Ze schoven naar elkaar toe en stonden daar alsof reuzen de muur hadden gebouwd. Daarna begon het gebouw te verrijzen en het was alsof er talloze handen onzichtbaar samenwerkten en de ene steen op de andere legden. De grond dreunde. Grote zuilen kwamen vanzelf omhoog en gingen naast elkaar op een rij staan. Op het dak schoven de pannen op hun plaats
en daarbovenop kwamen mooie zonnepanelen. En toen het middag was, vingen de zonnepanelen ontzettend veel zon en stond de grote windwijzer al op de torenspits te draaien als een gouden jonkvrouw met wapperend gewaad. Tegen de avond was ook het inwendige van het kasteel klaar. Hoe de oude vrouw het deed, weet ik niet, maar de muren van de kamers waren behangen met zijde en fluweel. Fraai geborduurde stoelen en rijk versierde fauteuils stonden er rond tafels van marmer. Op die tafels lagen prachtige gehaakte tafelkleden en kristallen kroonluchters hingen aan het plafond en spiegelden zich in de gladde vloer. In gouden kooien zaten groene papegaaien en vreemde vogels die lieflijk zongen. Overal zag je een pracht en praal alsof er een koning zou gaan wonen en voor de ramen hingen de mooiste gehaakte mandala's die je je voor kon stellen, gehaakt van goud en zilverdraad. De zon was bijna onder toen het meisje wakker werd en het schijnsel van 1000 lichtjes haar tegemoet schitterde. Met snelle passen liep ze erheen en door de geopende poort ging ze het kasteel binnen. De trap was bedekt met rode stof en langs de gouden leuningen stonden bloeiende bomen. Toen ze de pracht van de kamers zag, stond ze als aan de grond genageld. En wie weet hoe lang ze daar nog had gestaan, als ze niet plotseling aan haar stiefmoeder had moeten denken. Ach, zei ze bij zichzelf, kon ze nu eindelijk maar eens tevreden zijn en ophouden het leven voor mij tot een kwelling te maken. Ze ging naar haar toe en liet haar weten dat het kasteel klaar was. Ik trek er meteen in, zei de stiefmoeder en ze stond op van haar stoel. Toen ze het kasteel binnenkwam, moest ze haar handen voor haar ogen houden. Zo verblindend was de glans. Nou, zie je hoe gemakkelijk het was? Zei ze tegen het meisje. Ik had je iets moeilijkers moeten opdragen. Ze liep door alle kamers en zocht in alle hoeken of er niet iets ontbrak of onvolmaakt was. Maar ze kon niets ontdekken. Nu gaan we naar beneden, zei ze, terwijl ze het meisje boosaardig aankeek. Keuken en kelder moeten nog geïnspecteerd worden. En als je iets hebt vergeten, zul je je straf niet ontlopen. Maar het vuur brandde in het fornuis. In de pannen stond het eten te koken. Vuurtang en schop stonden tegen de muur. En op de planken stond het blinkende messingvaatwerk uitgestald. Niets ontbrak. Zelfs de kolenkist en de wateremmers niet. Waar is de ingang naar de kelder? Riep ze. Als die niet vol staat met vaten wijn, zul je ervan lusten. Ze tilde zelf het valluik op en liep de trap af. Maar ze had nog geen 2 stappen gedaan. Of het zware valluik, dat niet was vastgezet, viel omlaag. Het meisje hoorde een kreet. En tilde snel het valluik op om haar te hulp te komen. Maar ze was naar beneden gestort en het meisje zag haar levenloos op de grond liggen. Nu was het schitterende kasteel helemaal van het meisje alleen. In het begin wist ze niet zo goed wat ze met dat geluk aan moest. Er hingen mooie kleren in de kasten. De kisten zaten vol goud en zilver of parels en edelstenen. En ze had geen wens die ze niet kon vervullen. Al spoedig gingen verhalen over de schoonheid en de rijkdom van het meisje de hele wereld door. Elke dag meldden zich mannen die met haar wilden trouwen. Maar ze bevielen haar geen van allen. Eindelijk kwam er ook een koningszoon die haar hart wist te raken en ze verloofde zich met hem. Op een dag zaten ze met z'n tweetjes onder de groene linde in de kasteeltuin, toen hij tegen haar zei: ik wil naar huis gaan en mijn vader toestemming voor ons huwelijk vragen. Wil je hier onder deze linde op mij wachten? Over een paar uur ben ik weer terug. Het meisje kuste hem op zijn linkerwang en sprak: blijf me trouw en laat je door geen andere vrouw op deze wang kussen. Ik zal hier onder deze linde wachten tot je terugkomt.
Het meisje bleef onder de linden zitten tot de zon onderging, maar hij kwam niet terug. Ze zat 3 dagen lang, van de ochtend tot de avond, op hem te wachten, maar tevergeefs. Toen hij er op de 4e dag nog niet was, zei ze: "Er is hem vast iets overkomen. Ik ga hem zoeken en kom pas terug als ik hem heb gevonden." Ze pakte 3 van haar mooiste gewaden bij elkaar. Het eerste geborduurd met glanzende sterren, het tweede met zilveren manen en het derde met gouden zonnen, knoopte een handvol edelstenen in haar doek en ging op weg. Overal vroeg ze naar haar bruidegom, maar niemand had hem gezien. Niemand wist iets van hem. Ze doorkruiste de hele wereld, maar ze vond hem niet. Ten slotte ging ze bij een boer in dienst als herderin en ze begroef haar jurken en edelstenen onder een steen. Ze leefde nu als herderin en hoedde haar kudde, verdrietig en vol verlangen naar haar geliefde. Ze had een kalfje dat ze heel mak had gemaakt. Het at uit haar hand en als ze zei: "Kalfje, kalfje, kniel eens neer, vergeet je herderin nooit meer." Zoals de prins zijn bruid vergat, die onder de groene linde zat. Dan knielde het kalfje neer en liet zich door haar aaien. Toen ze zo een paar jaar eenzaam en verdrietig had geleefd, verspreidde zich het gerucht door het land dat de dochter van de koning haar bruiloft ging vieren. De weg naar de stad liep langs het dorp waar het meisje woonde en toen ze daar op een keer liep met haar kudde, kwam haar bruidegom voorbij. Hij zat trots op zijn paard en keek niet naar haar. Maar toen zij hem aanzag, herkende ze haar geliefde. Het was alsof er een scherp mes in haar hart werd gestoken. "Ach," zei ze, "ik dacht dat hij mij trouw was gebleven, maar hij is me vergeten." De volgende dag kwam hij weer langs. Toen hij vlak bij haar was, zei ze tegen het kalfje: "Kalfje, kalfje, kniel eens neer. Vergeet je herderin nooit meer, zoals de prins zijn bruid vergat, die onder de groene linde zat." Toen hij die stem hoorde, keek hij omlaag en hield zijn paard in. Hij keek de herderin aan, hield toen zijn hand voor zijn ogen, alsof hij ergens over nadacht, maar vlug reed hij verder en al gauw was hij verdwenen. "Ach," zei ze, "hij kent me niet meer," en haar verdriet werd steeds groter. Huilend, huilend, helemaal alleen. Kort daarna zou er aan het hof van de koning 3 dagen lang een groot feest worden gevierd. En het hele land werd ervoor uitgenodigd. "Nu zal ik een laatste poging doen," dacht het meisje. En toen de avond viel, ging ze naar de steen waaronder ze haar schatten had begraven. Ze haalde het gewaad met daarop de geborduurde gouden zonnen tevoorschijn, trok het aan en tooide zich met de edelstenen. Haar haren, die ze onder een doek verborgen hield, maakte ze los, zodat ze in lange lokken om haar heen vielen. Zo ging ze naar de stad en in het duister werd ze door niemand opgemerkt. Toen ze de felverlichte zaal binnenkwam, deinsde iedereen vol verbazing terug en niemand wist wie ze was. De koningszoon liep haar tegemoet, maar hij herkende haar niet. Hij danste met haar en was zo verrukt van haar schoonheid dat hij helemaal niet meer aan de andere bruid dacht. Toen het feest voorbij was, verdween ze in het gedrang en voor het aanbreken van de dag haastte zij zich naar het dorp waar ze haar herderinnenkleren weer aantrok. De volgende avond haalde ze het gewaad met de geborduurde zilveren manen tevoorschijn en ze stak een halve maan van edelstenen in haar haar. Toen ze zich op het feest vertoonde, richtten alle ogen zich op haar, maar de koningszoon snelde haar tegemoet en helemaal van liefde vervuld danste hij uitsluitend met haar, zonder nog maar naar iemand anders te kijken. Voordat ze wegging, moest ze hem beloven dat ze de laatste avond nog een keer naar het feest zou komen.
Toen ze voor de derde keer verscheen, had ze het gewaad met de geborduurde sterren aan. Dat fonkelde bij elke stap en haar haarlint en ceintuur waren sterren van edelstenen. De koningszoon had al een hele tijd op haar gewacht en baande zich een weg naar haar toe. "Vertel me nu toch wie je bent," zei hij. "Ik heb het gevoel dat ik je al heel lang ken." "Weet je niet wat ik deed toen je afscheid van mij nam?" antwoordde zij. Ze liep op hem toe en kuste hem op de linkerwang. En op dat ogenblik vielen hem de schellen van de ogen en herkende hij de ware bruid. "Kom," zei hij tegen haar, "hier wil ik niet blijven." Hij reikte haar de hand en nam haar mee naar de koets. En alsof de wind ervoor gespannen was, zo snel vlogen de paarden naar het wonderkasteel. Al van verre glansden de verlichte ramen en toen ze langs de linden kwamen, zagen ze daarin talloze glimwormpjes zwermen en de boom schudde zijn takken en verspreidde zijn geuren. Op de trap bloeiden de bloemen. In de kamer schalde het gezang van de vreemde vogels. En in de zaal was de hele hofhouding verzameld en de priester stond klaar om het huwelijk van de bruidegom met de ware bruid in te zegenen. En na de snelle plechtigheid was het feest. Dagenlang dansten ze de bruiloftsmars. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dit volgende verhaal klinkt als een leugenverhaal, lieve handwerksterren en alle andere bezoeksterren van dit supergezellige en dagelijks geopende online handwerkcafé. Maar het is toch echt waar, want mijn grootvader, van wie ik het weer heb, zei altijd wanneer hij het vertelde: "Het moet wel maar zijn, mijn kleindochter, want anders zou het niet verteld kunnen worden." Het verhaal ging als volgt. Het was op een zondagmorgen in de herfst. De boekweit stond in bloei. De zon was als een gouden bol aan de hemel opgegaan en de warme morgenwind suisde over de stoppels. De leeuweriken zongen in de lucht, de bijen zoemden in de boekweit en de mensen gingen in hun zondagse kleren naar de kerk. Kortom, alle schepselen waren opgewekt en blij. En zo ook de egel. De egel stond voor zijn deur met zijn armen over elkaar. Hij staarde in de morgenwind en neuriede een liedje. Zo goed en zo kwaad als een egel op een mooie zondagmorgen nou eenmaal zingt. En terwijl hij daar zo zachtjes stond te neuriën, bedacht hij opeens dat hij, terwijl zijn vrouw de kinderen waste en aankleedde, wel eens wat in het veld kon gaan wandelen om te kijken hoe zijn knolraap erbij stond. De knolraap groeide het dichtst bij zijn huis en hij at er altijd van met zijn gezin en daarom beschouwde hij die als zijn eigendom. De egel trok de deur achter zich dicht en sloeg het pad naar het veld in. Hij was nog niet zo ver van huis en wilde juist bij de sleedoorn aan de rand van het veld de hoek omslaan om naar de knolrapenakker te slenteren toen hij de haas tegenkwam die met ongeveer dezelfde bedoelingen op weg was gegaan, namelijk om zijn kool te inspecteren. Toen de egel de haas zag, zei hij hem vriendelijk goeiemorgen. Maar de haas was op zijn manier een voornaam heer en vreselijk hoogmoedig bovendien. En hij beantwoordde de groet van de egel helemaal niet, maar zei met een ontzettend minachtend gezicht tegen hem:
Hoe komt het dat jij zo vroeg in de morgen al in het veld rondloopt? Ik maak een wandelingetje, zei de egel. Een wandelingetje, lachte de haas. Me dunkt dat jij je poten wel voor iets beters kunt gebruiken. Dat antwoord stak de egel verschrikkelijk, want hij kan alles verdragen, maar zegt niets over zijn poten, juist omdat die van nature scheef zijn. Jij denkt zeker dat je met jouw poten meer kunt, zei de egel dus tegen de haas. Dat denk ik inderdaad, zei de haas. Dan moeten we maar eens de proef op de som nemen, zei de egel. Ik wed dat ik van je win als we een hardloopwedstrijd houden. Laat me niet lachen, jij met je scheve poten, zei de haas. Maar voor mijn part, als je dat zo graag wilt, laten we het dan maar doen. Waar wedden we om? Om een gouden dukaat en een fles brandewijn, zei de egel. Aangenomen, sprak de haas. Je hand erop en we beginnen meteen. Nee, zoveel haast heeft het niet, zei de egel. Ik ben nog helemaal nuchter. Ik wil eerst naar huis om wat te ontbijten. Over een half uur ben ik weer hier. En de egel liep weg, want de haas ging akkoord. Onderweg dacht de egel bij zichzelf. De haas vertrouwt op zijn lange poten, maar ik zal hem wel krijgen. Hij is wel een voorname heer, maar toch is hij dom en betalen zal hij. Toen de egel thuis kwam, zei hij tegen zijn vrouw. Vrouw, kleed je gauw aan. Je moet met me mee naar het veld. Wat is er dan? Vroeg de vrouw. Ik heb met de haas om een gouden dukaat en een fles brandewijn gewed, dat ik het hardst kan lopen en jij moet daarbij zijn. Mijn hemelman, schreeuwde het egelvrouwtje, ben je niet goed wijs? Heb je dan helemaal je verstand verloren? Hoe kan je dat nou willen? Een hardloopwedstrijd met de haas? Hou je kop, mens, zei de egel. Dit is mijn zaak. Bemoei je niet met mannenzaken. Vooruit, kleed je aan en kom mee. Wat kon het egelvrouwtje doen? Ze moest wel meegaan, of ze wilde of niet. Toen ze samen onderweg waren, zei de egel tegen zijn vrouw. Nou, let op wat ik je zeg. Kijk, op die lange akker, daar gaan we onze wedstrijd houden. De haas loopt in de ene voren en ik in de andere. En we beginnen daarboven met lopen. Jij hoeft niets anders te doen dan hier beneden in de voren te gaan staan. En als de haas er aankomt, dan roep je tegen hem. Ik ben er al. Intussen waren ze bij de akker aangekomen. De egel wees zijn vrouw haar plaats en liep de akker op. Toen hij bovenaan kwam, was de haas er al. Kunnen we beginnen? Vroeg de haas. Ja hoor, antwoordde de egel. Vooruit dan maar. Ze gingen elk in hun eigen voren staan. De haas telde. 1, 2, 3! En daar stoof hij als een stormwind over de akker naar beneden. De egel zette maar een stap of 3. Toen hurkte hij in de voren en bleef rustig zitten. Toen de haas in volle vaart beneden aankwam, riep het egelvrouwtje tegen hem. Ik ben er al. De haas was stom verbaasd. Hij dacht dat het de egel zelf was die dat riep. Want zoals bekend ziet het egelvrouwtje er net zo uit als haar man. Maar de haas dacht wel, hier klopt iets niet. Hij riep, nog een keer, nu weer terug. En voort ging hij weer als een stormwind, zodat zijn oren om zijn kop wapperden. Het egelvrouwtje bleef rustig op haar plaats en toen de haas bovenaan kwam, riep de egel tegen hem, ik ben er al. Maar de haas buiten zichzelf van woede schreeuwde, nog een keer, nu weer terug. Mijn best, antwoordde de egel. Voor mijn part zo vaak als je wilt. Zo liep de haas 73 keer en steeds was de egel hem voor. Telkens als de haas beneden of boven aankwam, zei of de egel of zijn vrouw, ik ben er al. Maar bij de 74ste keer haalde de haas het niet meer. Midden op de akker stortte hij neer. Het bloed stroomde uit zijn keel en hij bleef ter plekke dood. De egel pakte de gouden dukaat en de fles brandewijn die hij had gewonnen,
riep zijn vrouw uit te voren en samen gingen ze vrolijk naar huis. En als ze niet gestorven zijn, dan leven ze nu nog. Dat was het verhaal over de egel die op de bokslagse hei de haas doodliep. En sinds die tijd is er geen haas meer op het idee gekomen een hardloopwedstrijd te houden met de bokslagse egel. En dit waren de verhaaltjes voor dit uur. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en wil je nou meer verhaaltjes horen? In de beschrijving van deze video staat een link en die brengt je bij een afspeellijst met eerder gepubliceerde verhaaltjes. Ik zeg dankjewel voor het kijken en ik hoop je graag weer snel te zien in mijn dagelijks geopende live online handwerkcafé. Maak er een mooie dag van. Vergeet niet om een duimpje te geven. En ik vind het ook erg leuk als je onder de video een reactie achterlaat. Bedankt voor het kijken. Toedeledoki. Tot ziens. Fijne dag. Dag allemaal. Einde.